nieuwe sanctievoorstellen voor Rusland vanuit Brussel. En de pijlen richten zich nu ook op de dochters van Poetin. Ze heten Maria en Jekaterina. En de oudste dochter Maria was of is mogelijk getrouwd met een Nederlander. Amerika heeft al sancties aangekondigd tegen de dochters van Poetin. Maar ook de Europese Unie overweegt dat. Als de lidstaten akkoord gaan, dan betekent het dat de Poetin-zusjes niet meer welkom zijn in de EU en dat hun eventuele bezittingen bevroren worden. Dus de bezittingen die ze hier hebben. Nou, de Oekraïense president Zelensky die hamert natuurlijk al langer op veel meer sancties voor Rusland. En in zijn nieuwste videoboodschap roept hij de westerse landen op tot een invoerverbod op Russische olie. Embargo на постачання російської нафти все одно буде застосовано. Формат буде знайдений. Питання лише в тому, скільки ще українців, скільки ще українок російські військові встигнуть вбити. Щоб ви, деякі політики, і ми вас знаємо, десь позичили собі. En VVD-Kamerlid Queenie Rakoyski vindt dat ook jonge Russische hackers op de sanctielijst moeten komen te staan. Zij omschrijft ze als jonge criminelen die dagelijks bedrijven ook in ons land aanvallen. En ze vindt dus dat die zo snel mogelijk op de Europese sanctielijst moeten komen. Ja, het is wel heel ingewikkeld in Nederland om die sancties dan uit te voeren. Wat is er tot nu toe gelukt eigenlijk? Je ziet het hier. De dochter van de Russische president heeft gewoond in Nederland, maar we weten niet of ze getrouwd zijn. Dat zoiets simpels weet je dus niet. Nou, dan kun je je voorstellen hoe moeilijk het is om te achterhalen van wie het geld of de jacht of wat dan ook is. Want heel vaak staan al die dingen geregistreerd niet op naam van personen, maar een bedrijf dat weer eigendom is van een ander bedrijf, gevestigd in een ander land. Het is een hels karwei om dat allemaal goed te doorgronden, maar je moet het wel doen. Ja, we horen president Zelensky hier ook best wel stevige taal uiten. Zegt als die Russische boycott of als de boycott er niet komt op Russische olie, dat is dan omdat jullie nog besluitvaardigheid moeten kweken. Ziet u iets gebeuren in de ontwikkeling van de manier waarop hij praat richting het Westen? Nee, hij is eigenlijk heel consistent in zijn toon en dat doet hij niet alleen om druk te leggen op het Westen, maar ook om zijn eigen volk te verenigen. Dus dat zijn de twee redenen. En daarom blijft hij ook bij deze toon. Dus dat begrijp ik wel. Ik zou hetzelfde doen, denk ik.